Het beste ziekenhuis in onze regio is het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. Het staat op plek 3 in de jaarlijkse ranglijst van het AD. Het ziekenhuis heeft de goede score te danken aan grote verbeteringen op het gebied van de verpleging. Patiënten hebben er nauwelijks meer doorlichtplekken en de registratie van pijn en plotselinge ernstige verwardheid scoort hoog. De eerste stadswijngaard van Nederland is zaterdag opengegaan in Den Haag. Op een braakliggend stuk grond in de wijk Laankwartier hebben 30 mensen wijnranken geplant om een puur Haagse drank te produceren. De oogst is beschikbaar in 2015 en de Haagse wijn kan gedronken worden in 2016. De gemeente Den Haag is enthousiast over het project. In de grachten rond de Keifgracht in Leiden mag de komende 3 jaar niet gevist worden. De maatregel is ingesteld om de visstand in de Leidse grachten weer op peil te laten komen. Tijdens een inventarisatie zaterdag werd bijna geen vis aangetroffen, terwijl de omstandigheden voor vis goed zijn. Leidse biologen verwachten dat de visstand in de komende jaren snel zal opklimmen. Bij een ongeluk op de Paul Krugerlaan in Den Haag is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Het gaat om een van de 2 opzittenden van een scooter. Hoe het ongeluk precies plaatsvond is nog onbekend. Volgens omstanders zou een van de partijen zijn doorgereden. De politie heeft uitgebreid onderzoek gehouden.